الحمد لله والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على سيد المرسلين وعلى إمام المتقين وعلى قائد الغر المحجلين الذي نسأل الله تعالى أن يحصرنا في زمرته وأن يدخلنا الجنة معه وأن يجمعنا به في مستقر رحمته وبعد أيها الفضلاء بست برودرز أند زوسترز فزي نو ستيس بيزخ مادة سيري ضد طون أوغست تولك بيت أوندر فيرب ليغل أوف هات Zijn wij nu al vier preken bezig? Omdat het lichaam nu verspreid is onder iedereen. Onder jongeren, onder kinderen, onder ouders, onder opvoeders, onder meesters, onder. En dat zien we terug in de praktijk. Vandaar dat het belangrijk is om niet alleen stil te staan bij het definiëren van het lichaam, of het oordeel van het lichaam, of de schade die wordt berokkend bij het lichaam. ...vinden het belangrijk om stil te staan hoe genezen wij het lichaam. En nu praten we algemeen en we gaan inzoomen op bepaalde zaken. Je hebt ook het lichaam bij kinderen. Vorige week was ik daarmee begonnen. Toen had ik gezegd, een belangrijke manier om te beginnen met de genezing van het lichaam... ...is dat, als, dat je als ouder, als opvoeder, als meester, als docent... Uh, als verantwoordelijke het voorbeeld moet geven. Het voorbeeld. Het voorbeeld zijn is heel belangrijk. Van wat jij hier ziet en hoort van het lichaam, dat komt meestal van iets wat de kinderen, en jongeren kregen, mij. Vanuit huis of vanuit school of vanuit een bepaalde plek. En ik had het voorbeeld gegeven van die vrouw die tegen haar zoon zei, kom, ik zal je iets geven. De profeet vroeg aan haar, wat zal jij hem gaan geven? Hij zei: Ik zal hem een dadel geven. Hij zei tegen haar: Als je het niet had gegeven, dan was het geteld als leugen. Een simpel voorbeeld. Hoe vaak hoor je thuis ouders zeggen tegen kinderen: Als je dit doet, krijg je dit? En het wordt gedaan en ze krijgen het niet. Dit wordt geteld als liegen. Hoe vaak zie je dat er grapjes worden gemaakt en daarna wordt gezegd: Het is leugen. Nee, je mag geen grapje maken die een leugen bevat. Ook al is het een grapje, telt bij Allah als leugen. Sommigen zeggen dit, dit, dat, en als iemand komt, of dan zegt die grapje. Is geen grapje, is een leugen. Bij Allah telt het als leugen. Voor jou is grapje. Je hebt iemand daarmee laten lachen, maar bij Allah is het een leugen. Vandaag zal ik even verder gaan. Hoe genezen wij onszelf van het liegen? Hoe zorgen wij ervoor dat we niet gaan liegen? En het eerste wat ik heb. Wil benoemen, mocht je iemand zijn, of een kind zijn, of een jonge persoon zijn, of een dame, een meisje, een man, een ouder, een opa, maakt niet uit. Zie je voor jezelf dat het je niet lukt om afstand te nemen van het lichaam, omdat je ge gewend bent geraakt in het lichaam. En een van de mooie manieren die jou helpt om daar afstand van te nemen is. Dua is dat jij je wendt tot Allah... wetend dat Allah de alhoorende is... de alziende is... de alwetende is... en hij is subhanahu wa ta'ala in staat... om jou te genezen van het liegen. Wend je tot hem. Probeer du'a te doen. Je handen op te heffen. Gebruik de momenten... wanneer het gunstig is om een du'a te verhoren. Om Allah oprecht te vragen... En veelvuldig te vragen. Om jou te genezen van het lichaam. En Allah subhanahu wa ta'ala is nabij. Allah zegt in de Koran in Surat al-Bakrā. Als mijn dienaren jou vragen over mij. Zeg tegen hen: hmm. Ik ben nabij. Wat betekent nabij? Dat betekent dat je niemand nodig hebt. Om Allah te vragen. Of dat je iemand als bemiddelaar neemt. Om voor jou te vragen. Of dat je een bepaalde taal of dialect moet spreken specifiek om Allah te vragen. Dat de deur open dag en nacht om Allah te vragen om jou te genezen. Van het lichaam, van het roddelen, van andere ziektes die het hart kunnen treffen. Dus, en dat is algemeen, maar het is nu, kunnen we het specifiek maken als het gaat om het liegen. Algemeen betekent dat je altijd tot Allah kan wenden. En dat je bij alles wat jou treft, wat je moeilijkheden mee hebt, waar je denkt van ik zondag hiermee, weet dat Allah de Barmhartige subhanahu wa ta'ala nabij is. En dat hij jouw dua kan verhoren subhanahu wa ta'ala, dat hij jou datgene kan geven wat je nodig hebt. Bij het lichaam zijn er inderdaad mensen die verslaafd zijn. Verslaafd in het lichaam. Dus... Ben jij zo'n persoon? Of komt het vaak voor dat je liegt? Of dat je liegt? Dan moet je je wenden tot Allah en hem vragen... SWT, om jou te genezen van het liegen. Een ander advies is dat jij moet beseffen... Beste broeder, beste zuster, beste ouder... Beste meester, beste juf... Beste opvoeder, dat Allah jou ziet. Ten alle tijden. Als jij iets zegt... Waarvan de mensen niet weten of het waar of niet waar is. Mensen kan je in de mali nemen. Mensen kan je voor het gekken houden. Denken van, hij weet, hij zal toch nooit weten of ik het heb gedaan of het niet heb gedaan. Ik was toch alleen. Niemand heeft mij gezien. Weet dat Allah jou ziet? Weet dat Allah jou hoort? Weet dat Allah alles weet. Dat hij de Alwetende is. En sommigen die dit die, negeren. Ik zeg: pas op, want Allah Taala kan je bestraffen. Als je weet dat het niet waar is wat je zegt, dat het een leugen is, en dat jij toch volhard daarin, je wordt soms gevraagd: Kan je de waarheid spreken? Heb jij dit gedaan? Of heb jij gezien wie dat heeft gedaan? En je wilt niet je vrienden verraden, of je wilt niet iets zeggen omdat je bang bent dat je een straf zal krijgen. Je bent bang voor de Vader, je bent bang voor je moeder. Je bent bang voor je meester. Je bent bang voor die en die en die vriend en iedereen. Maar je bent niet bang voor Allah Ta'ala. Ta en dat kan Leden dat Allah jou straft. Weten dat jij de waarheid niet spreekt. Dat je de waarheid aan de kant zet. En dat je ligt omdat je anderen wilt vrede houden. Weet dat Allah jou ziet. Weet dat Allah jou hoort. Weet dat Allah de Alwetende is. En dat besef zorgt ervoor dat je. Voordat je iets zegt, voordat je iets doet, dat je drie keer, vier keer gaat nadenken. wetend dat wanneer jij de, de, de mensen in de man neemt, door eigenlijk iets te zeggen wat niet klopt. Dat Allah ta'ala in staat om jou daarvoor te straffen van een andere kant. En dat, je het, dat, je dat jou, jouw zicht voor, voor goed wordt ontnomen. Dat je niet meer kan lopen, dat je niet meer kan horen. Omdat jij weet en vol hart. dat kan een aanleiding zijn zonder dat je daarbij stilstaat. Ook een van de manieren om te genezen van het lichaam is het volgen van het advies. En de adviezen van onze geliefde profeet. Wij willen heel graag behoren tot de volgers van Mohammed. Wij willen heel graag straks als wij dit leven verlaten. En worden wakker voor de wederopstanding dat we met de profeet zijn. Wij willen met hem in het paradijs zijn. Deze profeet, die met wie we graag willen zijn, heeft zijn vrienden geadviseerd onderwezen en opgevoed om de waarheid te spreken. Onze geliefde profeet, de meest afschuwelijke gedrag bij hem was het liegen. En als hij wist dat een jongen, een man, een persoon liegt, dan blijft hij boos op hem totdat hij daar berouw van toont. Deze profeet, waar jij behoort tot zijn volgers. Die ging tegen de mensen zeggen: Zorg ervoor dat je de waarheid spreekt. En hij zei tegen de mensen: Pas op voor het liegen. Want het liegen doet de deuren open voor andere zonden. En kan uiteindelijk jou ertoe leiden dat je in de heel terecht zal komen. En wees waarachtig. Wees oprecht. Want dat doet de deuren van het goede open. De deuren van het goede die je heel graag wil berekenen kan je behalen door waarachtig te zijn. Dat je altijd de waarheid spreekt. En ook in een ander hadith, wat ik vandaag heb genoemd. De hadith die te vinden is in de Hilia van Abu Nu'im. Is dat de profeet tegen Mu'ad zei: Ousiqa <coughs> Ik adviseer je om Gods vrees te behalen. Om altijd bewust te worden van wat je doet al laat. En hij zei: Wasidqa al-Hadith. Sidqa al-Hadith. Wanneer je praat, dat je altijd de waarheid spreekt. En ik richt deze boodschap tot deze jongens die hier zijn, tot deze ouders. Spreek altijd de waarheid. Ook acht wat het resultaat zal zijn. Jij bent een moslim en een moslim spreekt de waarheid. Wees waarachtig, wees oprecht. Want deze oprechtheid, en waarachtigheid, zal de deuren van het goede voor jou openen. Deze doen jou... En zal voor jouw redding zorgen. Jouw Allah ta'ala zegt in de Koran: De dag dat jouw waarachtigheid en oprechtheid jou zal redden, dat is het moment dat je dan bij Allah ta'ala bent. En laatste advies voor vandaag. Een van de manieren om te genezen van het lichaam is het vergaren van kennis. Is dat je kennis voor kennis van dien, kennis van de aqeedah, kennis van het Goede, kennis van de het Deze kennis zal jou, de weg voor jou verlichten, zul je zaken beter zien. Zorg ervoor dat je na nou bij Allah komt. En zorg ervoor dat je alle aanleidingen die leiden tot het liggen, dat je ze kent en dat je ze vermijdt, en dat je dus weet hoe ernstig het is om te liggen, en dat maakt je bewuster. Hoe meer je bezig bent met Allah, met de kennis, met het goede, zul je ver blijven van het slechte. En wij zullen inshallah in de komende tijden stilstaan bij meer zaken die jou helpen om afstand te nemen van het lichaam.